Hallo allemaal, welkom. Ik wil even laten zien hoe je een mooie intro maakt voor, nou, wat je maar wil. Dit is een soort stad met sketchy lines, geschetste lijnen. Die stad die bekijken we van alle kanten en uiteindelijk kom je uit bij een gebouw waar op de muur hetgeen staat waar je een intro voor wil maken. In dit geval Stolen Fame, de naam van onze superband. Oké, hoe maak je dan zo'n intro? Ik heb de grote toolbar geïnstalleerd bij View Toolbars en de Large Toolset. Die meneer mag weg. Het eerste wat je doet is een beetje vals spelen. We gaan een stad importeren. Dat kun je doen bij Window en dan Components. Nou, hadden we lang op kunnen wachten. Blijkbaar was er een stuk van het scherm wat nog niet zichtbaar was. Die kun je zichtbaar maken door op deze toets de plus te klikken. Dit wil ik namelijk zien, 3D Warehouse. City. Ik ga zoeken naar een stad. Ik laat hem even zoeken. Hieronder zie je de voortgang. En je hoeft geen details in jouw stad te hebben. Dus ik heb al meteen een goede stad gezien die ik wil gebruiken voor mijn project. Dat is deze. Dus je klikt daarop. Je weet op het moment dat jouw cursor verandert in een handje, dan kun je erop klikken. Dan is het een link, een hyperlink. Dan krijg je dit scherm en dan kies je voor download. Load this directly into your SketchUp model. Ja. Okay. Die kan weg. En dan zie je dat hij hem al ergens neer wil zetten. Oké. Dit is de stad. Ik heb die een beetje aangepast. Ik heb hier wat dingen weggehaald, want ik wil straks mijn tekst hierop projecteren, op dit gedeelte van dit gebouw. Dat betekent dat ik de zwarte pijl aanklik. Dan dubbelklik ik ergens in de stad. Want pas dan kan ik de stad gaan veranderen. Als ik dat niet doe, dan is het één geheel. En dan kan ik hier geen dingen in wijzigen. Kijk maar, dan zie je zo'n stoptekentje. Dat gaat niet. Dus je moet eerst dubbelklikken. Dan komen die stippenlijnen eromheen. En dan kun je dingen in de stad gaan veranderen. Oké. Dit gebouw is te hoog, dus ik wil hier een stukje van afhalen. Ik ga gewoon wat dingen verwijderen hier. Alles wat hoog is moet weg. Zo. En dan een beetje fatsoeneren. Kijken, staat er nog meer in de weg? Dit staat in de weg. Alle losse lijnen mogen weg. Even draaien. Kijk eens nog steeds. Dit staat er nog voor. Dus dit moet even weg. Oké. Dus lijntjes opruimen. Nou zit hier een gat. Die ga ik even opvullen. Eerst even bekijken hoe die ruimte eruit ziet. Hoe ik die het beste op kan vullen. Even kijken, ik kan nog meer weg. Oké. Ik denk dat het handigst is als die schuine lijn ook verdwijnt. En die. Die. En die. Oké, dan heb ik dit over. Ik
Kijk, ik wil dit vlakwerk vrij hebben. Daarom ben ik al die dingen aan het verwijderen. Oké, hier kan ik wel iets van maken. Pak ik de, hoe heet die tool? Rectangle tool. Nou, die is al dicht. Dan nog van daar naar daar. Is die dicht. Dan vind ik het eigenlijk wel goed. Even kijken hoor, dit is nog een beetje een gek stukje. Valt me nou pas op. Mag ook weg. Nou, hoe ziet het eruit? Beetje acceptabel. Oh, die had niet gekund toegevallen. Ja, ik wil dit eigenlijk ook nog wel eventjes dicht hebben. Zo. Even kijken. Hier nog een lijntje tussen. Niet daar. Daar, daar, daar. Ja, dan is die dicht. Zo, dit is de stad zoals ik hem wil hebben. Oké, dat is klaar. Nou moet ik dus hier op die muur, zet ik de tekst die ik wil hebben. Ik gebruik de naam van onze band. En daarvoor gebruik ik deze tool. 3D tekst. Ik klik op die A. Ik typ de tekst die ik wil gebruiken. Stolen Fame heet onze band. Kun je even checken. Stolenfame.nl. En nou, je kiest een lettertype wat je mooi vindt. Je zegt place. Oké. Waarschijnlijk zijn je letters te groot of te klein. En dan kun je met Scale, deze tool, kun je die grootte van de letters aanpassen. Zo. Dan wil ik ze nog een beetje verplaatsen. Even controleren of ze precies daar staan waar ik wil. Ja, dit is wat ik wil. Nou, in de voorbeeldvideo die ik heb gebruikt, heb ik een soort sketch gemaakt, een soort schetstekening van de stad. Nou, het is heel simpel. Je klikt op Window en dan Styles. En dan heb je verschillende mogelijkheden. Een daarvan is Sketchy Edges. Ik denk dat jullie iets anders zien. Dat je dit ziet als eerste, met die mapjes. En dan moet je op Sketchy klikken. En dan heb ik die donkere gebruikt. Je mag ook die lichte gebruiken. Ik vond deze wel interessant. En dit is uiteindelijk waar ik uit ga komen. Oké, dat is dat. Ik klik even buiten de stad. Die is zo goed. Nou, het enige wat ik nog moet doen is mijn animatie maken. Hoe werkt dat? Je zoomt eerst, ik heb eerst uitgezoomd, zodat ik eigenlijk niks meer zie. Zo. En dan moet je gewoon de momenten aangeven waarop die camera even stilstaat. Dadelijk wordt er wel duidelijk wat ik ermee bedoel. Je klikt op View en dan Animation. En dan Add Scene. Dan wordt er een scène toegevoegd. Dit is de eerste scène. Dan zoom ik in. Tot hier. Maar ik wil niet dat ze Stolen Fame al zien. Dus ik ga mijn stad even draaien. Op deze manier. En dan klik ik op View, Animation, Add Scene. We hebben nu twee scènes. Ik kan op Scene 1 klikken. Dan gaat hij terug naar de eerste scene. Ik kan meteen even laten zien bij View, Animation, Play. Hoe het er tot nu toe uitziet, onze animatie. Zij begint zo. Je krijgt niet echt goed een beeld, hè.
Dat is jammer. Nee, hij laat geen goede preview zien van wat er dadelijk te zien is. Dat is jammer. Ik zet hem even op stop. Ik ga even naar scene 2. Oké. Nee, dan zul je... Het is echt jammer. Nou, dan zul je moeten vertrouwen op de scenes die je kiest. Wat ik gedaan heb in het voorbeeld is hier even inzoomen. En dan view animation add scene geklikt. Dan weer uitgezoomd. En zo ga je telkens view animation add scene. Dit is iets wat je gewoon een paar keer moet proberen totdat je door hebt hoe het werkt. Dan ben ik naar die kant van de stad gegaan. View animation add scene. En uiteindelijk naar de kant van de stad waar Stolen Fame te zien was. View animation. Het zien. Nee, ik wil hem even nog een beetje in het midden hebben. Zo. View animation. Het zien. We hebben nu 6 scènes. En de laatste. Een beetje draaien. En dit is wat het eindbeeld wordt. View. Animation add scene. Ik kan je aanraden om hier nog een keer view animation add scene te klikken. En waarom? Dat wordt later wel duidelijk. Nu is de animatie in feite klaar. En ik sla eerst even mijn werk op. Ik noem het maar even City 003. Ik heb er al 2 gemaakt. Ik heb nu de animatie opgeslagen. Eigenlijk het SketchUp project heb ik opgeslagen. De animatie als film opslaan, daarvoor moet je op File klikken. Export. Animation. Video. Dit wordt City 3. Je ziet, ik heb er al 2 gemaakt. MP4 is een goed format als je je video op YouTube wil exporteren, op YouTube wil zetten. Dus ik klik export. Nou, dit duurt eventjes. Je ziet hier het tellertje lopen. 10 van de 385 frames zijn klaar. Ik zal jullie de rest besparen. Oké, de laatste procenten, de laatste frames worden weggeschreven. En het filmpje is klaar. En dit is de MP4 die we net gemaakt hebben. Nou, die kan je dubbelklikken. Die kun je ook makkelijk uploaden, hè, naar YouTube. MP4 is een goed formaat. Voor zover ik weet. Die gebruik ik altijd, laat ik het zo zeggen. En dat werkt goed. Kan ik al maximaliseren? Ah, daar is die. Daar is onze stad. Hij zoomt in. Hij zoomt uit. Dit moet je dus een beetje uitproberen. En, ja, je hebt gezien dat de preview niet echt goed werkt. Er is één ding wat mij opgevallen is, als ik nou, hij gaat nou inzoomen, en dit is het moment dat ik wil gebruiken als eindframe, maar hij plakt er nog iets aan vast, hij gaat weer terug naar het begin of zo. En daar heb ik nog niet precies uitgevonden waarom dat is en hoe ik dat kan voorkomen. Daarom heb ik daar straks in SketchUp gezegd, maak hier een paar extra scenes. Want dan kun je heel makkelijk knippen als je een of ander video editing programma hebt. Zelfs in Movie Maker kun je dat al heel makkelijk oplossen. Oké, dus dit is het eindresultaat. Nou, je kunt al toetsers en bellen nog aan toevoegen, maar dit is even wat ik wilde laten zien. Tot zover.